KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Dames en heren, jongens, meisjes, beste kijkers van de E-divisie en welkom bij deze nieuwe wedstrijd, deze topwedstrijd van vandaag. Tom Heijnen op dit moment gedeeld eerste plek en Levi natuurlijk op dit moment een gedeelde vierde plek. Dus een hele belangrijke wedstrijd die nog wel veel invloed zou hebben. Wat zien we hier over het team, hè? Ja, precies. En ja, dat team van Roda, dat blijft toch zo ontzettend lekker. Inderdaad, Matthijs en ik zitten hier weer vandaag voor jullie om commentaar te doen. En met ik bedoel ik dan natuurlijk de enige echte Rob. Jawel, ik ben er echt. Jullie horen mijn stem door de speakers knallen. En ik ben heel erg benieuwd naar vandaag. Ja, dus Roda heeft flink al zijn visitekaartje afgegeven. Ja, natuurlijk die wedstrijd tegen Feyenoord. Ja. Die was echt een enorme score. Ronaldinho daar in de hoofdrol. Kijk of hij deze wedstrijd ook goed kan zijn. Hier is bijna een enorme Excelsior. In het begin al een heel goede kans. Want dit zijn twee enorm sterke spelers. Ja, dit zijn twee toppers. Natuurlijk, Tom is bekend. Doet het dit seizoen goed. Is vorig seizoen ook redelijk hoog geëindigd. Vijfde, als het goed is. Vijfde, ja. Excelsior daarentegen heeft nu al een nieuwe speler. Vorig jaar was het Danny, die nu dan van bij FC Utrecht speelt. Ja. Dit jaar is het Levi Frederik, sterrenstatus. En is misschien bekend bij jullie als een van de deelnemers van de regionals in Madrid. Daar hij staat wel een mooi doelpunt. Nu wel 1-0 achter in ieder geval. Het is alweer 1-0 voor Tom. Hoe snel gaat dat toch? Het is niet normaal. Ja, het is ongelooflijk. Het is echt. Maar dat is gewoon niet te houden. Het was ongelooflijk. Ja, ook Levi die dit zeg maar gewoon weinig aan kan doen. En nu ook met de Ronaldinho van Tom te maken krijgt. Maar inderdaad, Tom vorig jaar vierde. En Excelsior werd vorig jaar zesde. Overigens was het wel een leuk dingetje. Vorig jaar Danny, vorig jaar de speler van Excelsior, won met 3-1 van Tom. Dus vorig jaar won Excelsior deze wedstrijd. Maar dit jaar is het begin, in ieder geval voor Roda, met gelijk een doelpunt en de 1-0 voorsprong. Ja, die Ronaldinho, die maakt weer het verschil. Maar Levi, helemaal geen slechte speler, heeft bij de regional in Madrid gespeeld. Moesten ook tegen de e-spotter van PEC Zwolle, dat is Bob. Daar speelde hij ook tegen. Daarnaast nog twee andere heel sterke tegenstanders. En om daarom bij die regionals te komen, moet je sowieso al een heel sterke speler zijn. Dan moet je wel iets kunnen, ja. Dan kom je niet zomaar terecht. Maar ja, we kunnen wel over de regionals praten. Heel goed, Rob. We kunnen wel over die regionals praten, maar om in de E-divisie te komen moet je ook wel heel wat kunnen, hoor. Daar kom je ook niet zomaar terecht. Ja, er zitten heel veel sterke spelers, heel veel top 100 spelers. Ook Brian Hessing, meerdere malen top 100 gehaald. Is natuurlijk ook viral gegaan op het internet toen hij Ronaldo kreeg in de allereerste Weekend League van FIFA 17. Hier ook een grote kans. En misschien niet ideaal gekiept van Neuer. Maar uiteindelijk loopt het met de sisser af. Nou, ik vond het wel lekker gepakt, hoor. Zo achter hem nog. Het is in ieder geval wel een showtje weer wat Tom aan ons geeft. In ieder geval in de beginfase. Deze paas mag ook zeer zeker zijn. Dit is een lekker wedstrijd. Maar iedereen, Martial dan. Martial naar binnen, toch weer terug. Toch weer naar binnen, toch weer terug. Ja, zet hem maar eens van de bal af. Dat zijn die drekbacks. Ongelooflijk sterk. Vidal komt hij dan. Wat gaat hij klaarspelen? Geeft hem aan Alaba. En wat gaat Alaba doen? Probeert uiteindelijk het balbezit een beetje te behouden. Wat natuurlijk heel goed is in deze FIFA. Maar dan is de grote vraag wat er uiteindelijk uitkomt. Blijft behouden. Hier krijgt hij wat vrije ruimte. Is helaas doorzien door Tom. Ja, het zijn twee enorm sterke spelers. Je ziet het meteen. De klasse spat eigenlijk al van het scherm af. Ja, het is actie en sensatie. Ik hou hier heel erg van. Ik vind het super tof. Dus dit kan echt een super wedstrijd worden. Ik durf niet deze voorspelling te doen. Ik weet niet wie er kan winnen in deze wedstrijd. Het kan echt allebei de kanten op. Tom heeft zich al heel sterk bewezen. Van Levi weten we het ook. Het kan echt alle kanten op natuurlijk. Een belangrijke wedstrijd ook bovenin. Voor eventueel, ja, om nu al over kampioenschappen te praten, is misschien wel heel vroeg aangezien het de derde wedstrijd is. Maar je kunt nu wel al de toon zetten. Ik bedoel, Tom kan nu al 4 punten loskomen als hij wint. En Levi kan 2 punten loskomen als hij wint. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Nee, dat zeg ik niet goed. Levi kan maar 1 punt loskomen. Het is sowieso ook afhankelijk van wat de anderen nog spelen. Goed dus, geregeld. Ja, ik bedoel van elkaar, hè? Van elkaar. Ja, precies. Het is in ieder geval een wedstrijd die niet onbelangrijk is. En het is het is een eerste opzicht. Als je dit zou kijken, de Eredivisie zou niet een... hier krijg je trouwens een heel goede kans. Oh. Het zou in de echte Eredivisie niet een denderend affiche zijn. Roda tegen Excelsior. Roda Excelsior is in de echte Eredivisie ook een topper. Maar dan gaat hij om degradatie. En nu gaat hij om bovenin meedoen. Ja, het is wel degelijk. Ja, mag je iets zeggen dan van Roda Excelsior? Nee, ik zeg het niet helemaal goed. Maar het is in ieder geval niet wat mensen verwachten van dat ze dan de klasse van het veld afspat, zo te zeggen. En dat is wat je deze wedstrijd wel ziet, dat is ook leuk. Ik denk dat de fans dat ook kunnen waarderen. De fans die zowel van voetbal als van FIFA houden. Mensen die alleen van echt voetbal houden, zullen echt denken van wat boeit mij dit in principe.
Maar er zijn hier genoeg mensen die echt fan zijn van Roda of Excelsior, die heel veel van FIFA houden. En dan is dit heel top. Dan zie je ook eens een keertje jouw club in de schijnwerpers. Ja, Tom, wat Tom eigenlijk met Roda doet, is natuurlijk wel iets heel unieks voor Roda zelf. En eigenlijk ook wat Levi met Excelsior doet. Maar inderdaad, die fans zijn natuurlijk niet gewend om bovenin mee te draaien. En dus wedstrijden nu te zien waar het echt gaat om hoog te blijven staan, dat je moet winnen. Het is natuurlijk heel anders inderdaad dan de echte Eredivisie. Maar we gaan het zien. Inmiddels is iets meer dan een half uur gespeeld. Stand nog altijd 1-0 in het voordeel van een Tom Heijnen. Onze favoriete Limburger is het aan het worden. Ik heb het niet gehoord. Zei hij het net weer bij de goal? Ik heb het niet geluisterd, maar het is een opvallende ding als hij scoort. Het is zeg maar Tom's goaltune. Lekker. Hij zit altijd inderdaad lekker als hij scoort. En dat hebben we met meerdere spelers. Ja. We hebben onder andere Tony. Die zegt altijd... Wat zegt hij altijd? Je weet het niet, hè? Hij is dan het... Tuurlijk, broertje. En dat zei Dani ook altijd. Dani zegt altijd tuurlijk en hij tuurlijk, broertje. Dus zij zijn wel wat expressiever dan de andere spelers. Want sommigen die zeggen... Opa, lekker. Niks. Die kijken eventjes met een knikje en is het prima. Maar dan is het toch wel leuk om een keertje die energieke schreeuw te horen. Lekker. Of dan zo lekker van lekker. Tom, inderdaad. Ja, dat hoor ik gewoon graag. Ik vind het gewoon mooi als Tom de lekker doet. En dan, zeg maar, er zitten een aantal mensen in de studio natuurlijk ook achter de camera en zo. En ik zit er zelf ook wel eens te kijken bij zo'n wedstrijd. En op het moment dat je Tom hoort, lekker, dan zie je gewoon iedereen lachen. Ja, terecht ook. Dat is raar. Het is gewoon een heel leuke jongen, leuk. Ja. Het is gewoon top. Maar het is ook een heel leuke kans. Die ook op 1-1? Nee, dat niet. Ja, inderdaad, Tom is echt zo bij veel mensen ook wel een favoriet als zijnde persoon. Gewoon heel nuchter. Limburgs persoon eigenlijk. Ja, een heel warm persoon. Zoals die is. Mooi. Maar het gaat hier niet om de persoonlijkheid. Ja, is leuk. Maar we kijken natuurlijk nog altijd naar voetbal. Of je houdt van carnaval is hier van geen belang. Als je maar wint in de E-divisie, dat is een beetje het belangrijke. Carnaval. Leuk, ja, carnaval is toch gewoon leuk, ja. Ja, dan zullen ze daar vast vieren. Maar je komt wel Ronaldo door naar Ronaldinho. En die kan een grote kans maken. Geeft hem uiteindelijk af aan Luka Modric. Okay, maar die... dit is een hele rende paas weer terug van, doe toch maar niet. Misschien wil hij de El Tornado doen. Ja, geen zin om nog iets weg te geven voor rust. Opnieuw die aanval ingezet, Ronaldinho. Ja, zet die maar eens van de bal af. En dan gaat het 1-0 worden bij rust. Ja, inderdaad. Er wordt gefloten. De stand is 1-0 bij de rust. Het gaat redelijk tegen elkaar op. Levi iets meer balbezit. De stad is verder wel gelijk. Bij de 1 schot op goal. Roda scoorde dat schot. Ze gaan even een kijkje nemen naar elkaars team. Mooi. De opstelling checken. Ja, dus dan kunnen ze eventjes kijken wat nou precies het tactische verschil is. Dus je ziet daar het verschil tussen de 4-2-3-1 en de 4-1-2-1-2. Dus ook 4-1-2-1-2 staat heel dicht op elkaar, dat middenveld. Ja, dus dat is wel echt het verschil. De 4-1-2-1-2 zal vooral vanuit de centrale punt gaan, terwijl de 4-2-3-1 de vleugels gaat zoeken. Ja. En dat is vanuit strategisch opzicht wel heel belangrijk. Ja, dat is misschien ook waarom deze wedstrijd wel zo leuk is. Ja, het zijn twee compleet verschillende speelstijlen. Als jij twee 4-2-3-1 steen in elkaar krijgt... Ja, dan heb je heel... Dan krijg je een beetje het tikketak op het middenveld. Als je de hele tijd die ballen overneemt en er geen ruimte is om vrij te spelen. En bij zo'n 4-1-2-1-2 kan je snel aanvallen, counteren en zo nu dan krijg je dan de score. Maar hier komt ook Tom en die schiet de 2-0. Het is weer... Ronaldinho. Wat een man. Ik heb het al in de vorige keer gezegd, maar mijn handen beginnen steeds met de jeuk om die speler een keer uit te proberen. Wat een man. En hij is hier ook van onschatbare waarde voor Tom. Scoort de 2-0, wat wellicht de mokerklap is. Voor de wedstrijd. Kan Levi hier iets? Kan er iemand wel iets tegen? Ja. Hij moet vast wel een keertje. Hij moet zijn scherpte wel een keer verliezen, zou je zeggen. Even vooruitkijken. Wie kan het Tom nog lastig gaan maken? En wie kan Ronaldinho afstoppen? PSV is potentieel een heel sterke tegenstander. Wie kan Ronaldinho niet afstoppen? Ja, nee. Dat is inderdaad wel een groot ding. Daar moet je echt de beste legends voor hebben. Dan heb je er nog moeite mee. Die dribbles van Ronaldinho zijn niet te stoppen. Weet je wat het is? Hier komt wel meteen de kans. Mbappé scoort de 2-1. Mooi gespeeld. Dit is heel goed. Kijk, ik geloof wel dat er mensen zijn die Tom kunnen gaan verslaan. Omdat ze gewoon meer gaan scoren dan Tom. Maar ik denk dat niemand Tom van het scoren af kan houden. Niemand. Nee. Want al met welke speler je ook speelt, Ronaldinho is niet te stoppen. En oké, je kunt prima een wedstrijd een keer 3-1 of 3-2 gaan winnen van Tom. Maar dan voorspel ik nog steeds gewoon doelpunten voor Ronaldinho. Zijn manier van spelen is heel offensief. Het laat misschien af en toe de verdediging in de steek, maar het maakt niet uit dat hij zo goed aanvalt. Dus winnen van Tom, dat zie ik nog wel gebeuren in de toekomst. Dat iemand het gaat doen, misschien Levi dadelijk al. Ja, het is pas 2-1, je weet het niet. Maar ik ga niemand voorspellen dit jaar die een keer de nul gaat houden tegen Tom. En vooral tegen Ronaldinho. Nee, dat zal heel lastig worden. Je zou met 3 man moeten dekken rondom Ronaldinho. En dan moet je nog geluk hebben. Dus, je wil natuurlijk zelf ook je spel spelen. Dus dat is dan een keuze. Dat makkelijk wordt het in ieder geval niet. Ook een heel mooie slide tackle hier. En daardoor kan eventueel een counter opgezet worden. We zien daar de ruimte toch komen. Ja. En Ronaldo, dat is iets te vroeg Tom, wat doe je?
Je zag aan zijn, aan zijn uitdrukking dat dat niet was wat hij bedoelde. Ja, ik wou zeggen, was dit wel de bedoeling? Dit kan een heel belangrijk moment in de wedstrijd worden. Want wie weet had dit de 3-1 kunnen zijn. En dan was het een stuk makkelijker geweest dan nu. En hier komt hij dan. Dit moet de 2-2 zijn. Dit is de 2-2. Ja, dit is een opluchting voor Levi. Je ziet het als reactie. Dit is heel lekker. Het is wat jij zegt. Je moet zelf de 3-1 maken. Je doet het niet. En dan ligt hij er zo in aan de andere kant. Dan is het 2-2. En dat kan eventueel een heel erg grote slag zijn voor Tom. Die daar toch al van gaat balen. Je ziet het ook al. Hij zuchtte, ging achteruit leunen. Ja, dit is toch wel een kans die ik had moeten maken. Maar hij is inderdaad uit zijn focus herpakt. Lijkt het erop in ieder geval. Ik bedoel, het mentale spelletje is al nog anders op dat gebied. Maar de wedstrijd is weer helemaal open. Van een 2-0 voorsprong, 2 doelpunten van Ronaldinho. Komt hij dan terug met Kylian Mbappé. De poor man Ronaldinho misschien wel. Ik bedoel, zo belangrijk is hij. Wordt ook heel veel gebruikt. Ja. Tony weet ik dat hij heel veel Mbappé gebruikt. Hij werd er meerdere malen ingewisseld. Ali heeft hem volgens mij ook. Ali gebruikt hem ook. Heel veel mensen vinden het een heel fijne speler. Ik heb zelf hem gebruikt. Ik vond hem wel goed, maar ik moet zeggen dat ik tevreden ben over Griezmann. Ik vind Griezmann wel fijner op dat gebied. Maar dat ben ik. Dus, bij de Franse spitsjes natuurlijk. Ja, ik denk allebei dat iedereen, zijn eigen klassen ook alweer. Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft. Maar Mbappé is echt een enorm goede speler. Daar moet je niet over twijfelen. Maar hij is op dit moment iets te duur op FIFA, vind ik. Maar ja, voor deze e-sporters maakt dat iets minder uit. Die hebben al heel wat coins. En hier komt, maar hier komt wel een grote kans nog. Niet. Maar daar komt Neuer gelukkig tussen. Manuel Neuer. En dan is de tot, gaat het misschien nog een heel impactvolle 20 minuten worden. Dit gaat een leuke laatste 20 minuten worden, dat weet ik zeker, want dat moet wel. We zitten al na een hele open wedstrijd te kijken. Het is nu ook 2-2, 2-0 voorsprong, terug tot 2-2 gekomen. Er gaat nog iets gebeuren. Niemand gaat mij vertellen dat dit 2-2 blijft. Dat ga ik niet geloven. En zowel, sorry, dan heb ik het fout. Ja, nou ja, dat is op zich de vloek van de commentator. Wat mij wel opvalt is dat Levi enorm fan is van de heel lange ballen. Van heel erg lange ballen die van de eigen helft helemaal naar de helft van de andere gaan. En in plaats van dat hij van die heel korte paas geeft, is het echt een man die volledig zijn focus heeft op de lange ballen. En met wisselend resultaat dat gebied. Want hij had ook al een paar keer er compleet doorheen gekomen en dan kwam je op een heel goede kans. Ja, een unieke eigen speelstijl eigenlijk toch wel weer. Ja, en dat maakt het zo leuk. Wie weet is dat ook de reden waarom hij dan uiteindelijk op zo'n regional is gekomen. Uiteindelijk is het iets waar spelers heel veel moeite hebben om tegen te verdedigen. Omdat het zo anders is dan wat ze gewend zijn. Mm-hmm. Niet iemand die alleen maar of voorzetjes doet of alleen maar door het midden gaat. Want dat is heel makkelijk te lezen. Maar hier houdt hij toch het balbezit. Misschien is hij wel content met de 2-2. Zou ik ook zijn tegen zo'n speler. Ja, plus als je 2-0 achter staat en terugkomt tot 2-2, dan is dat toch dat is gewoon goed. Ja, dat zou ik inderdaad ook vertekenen. Helemaal als je weet dat Tom zo goed bezig is. Ja, dat Roda inderdaad 6 punten heeft uit 2 wedstrijden. En ook niet zomaar, ook tegen echt heel goede tegenstanders. Dus dat zou helemaal meespelen. En je weet dat je Ronaldinho tegen je krijgt, dat weet je vooraf natuurlijk al. Dat is bij die jongens allemaal rondgegaan van, hey, Tom heeft Ronaldinho, die speelt geweldig voor hem. Dus je weet van tevoren, oké, ik ga Tom zijn Ronaldinho af moeten stoppen. En dit is wel een heel mooie paas. Dit is een heel mooie paas. Yes. Komt hier de voorsprong aan van Levi? Nee, wat gebeurt hier? Nee, hij komt er niet aan. En dan die laatste 10 minuten. Tom heeft het nog niet. Jij heeft nog niet opgegeven. Tuurlijk heeft Tom nog niet opgegeven. Het is ook nog 2-2. Waarom de fuck zou je opgeven? Hij komt hier dan door. Levi net met de kans. Dan krijgen we weer de vloek. Hij maakt hem niet. En dan misschien aan de andere kant wel. Maar ook aan de andere kant gaat de bal er niet in. Laatste 10 minuten, inclusief blessuretijd, zijn er toch wel ingegaan. Gaan we nog wat zien? Ja, de spanning ik heb voorspeld van wel, man. Ja, ik ga er ook vanuit dat nog wel iets gebeurt. Maar ik bedoel, voor hetzelfde geld gooit hij nu de wedstrijd helemaal dicht. En denkt, ik ben er wel tevreden mee. Maar hier komt er wel Griezmann en dit kan die kans worden. Griezmann, ga binnen. Dit is een goal. Lekker dan. Goeies, jongens. En dit is heel lekker gedaan van Levi. Speelt heel gedecideerd die man uit. Doet het gewoon heel simpel. 2-0 achterstand. Applausje toch vanuit ons commentaarhok hier voor Levi. Wat een heerlijke comeback. Dit had ik niet verwacht. Nee, dit is nu is het geweldig. Klaar. Ja, dit is heel goed gedaan. Ik had het gezegd van, ik verwacht nog wel iets in die slotfase. Ja, en dan moet die aftrap, zeggen, de aftrap, ik kan nog heel gevaarlijk zijn. Ja, we weten hoe gevaarlijk het is. Ik had eerder verwacht van de kant van Tom. Maar het komt dan toch van de kant van Levi. En daarmee gaat hij dan over Tom heen. Met 7 punten tegen 6. Maar het is niet voorbij. Ik bedoel, dit kan niet meer. Ik wil het niet meer geloven. Het is wel heel laat. Dit kan toch niet meer. Als je 2-0 naar 3-2, dan ga je het niet meer weggeven. Ik wil niet geloven dat dit nog gaat gebeuren. Het zou doodzonde zijn. Ik denk dat Levi zich dan flink van zijn hoofd zou slaan als hij het nog weg zou geven. Ik denk al dat Levi te goed is om het nog weg te geven. Als in, die heeft zoveel ervaring hier al mee. Die weet hoe hij dit uitspeelt. Er gaat niks meer gebeuren. En dan gaat Levi zich definitief aansluiten bij de top. Ja. En je zag daar de frustratie van Tom nog 2-3 verloren. En hij vindt het waarschijnlijk heel onnodig. Ja, 2-0 voorsprong weggeven, dat is ook heel erg zonde.
3-2 voor Excelsior. Ja, we hebben hier Levi van Excelsior bij ons. Allereerst gefeliciteerd. Want je bent al goed bezig in de competitie, maar dit is toch echt een serieuze overwinning gewoon. Ja, deze was echt ontzettend lekker. Ik ben ook echt ontzettend blij. Hij was heel goed bezig tot nu toe, ongeslagen, alles gewonnen. En hij heeft toch een team waar je gewoon, wat iedereen eigenlijk wil hier. Zeg je nu tegen. Ja, dat kan je zeker zeggen. En dan dat ik hem win na een 2-0 achterstand is echt fantastisch. Het is inderdaad en tegen een ongelooflijke goede speler die in vorm verkeert. En ook nog in deze wedstrijd waarin je achter staat. Ja. Heb je iets omgegooid? Heb je het tactisch anders gedaan? Wat heb je gedaan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik vond voor mijn gevoel dat ik gewoon goed speelde. En ondanks dat ik 2-0 achter stond, dacht ik van ik heb gewoon genoeg vertrouwen in mezelf. Dat ik gewoon dit om kan bouwen. En je weet, als je één goaltje scoort, dan kan het gewoon weer. En dat zag je gewoon, weet je. Dat blijkt maar weer. We hebben in ieder geval genoten. Ik wil je bedanken. Nog heel veel succes wensen verder. Ja, ik sta hier naast Tom Heijnen. Voor mij een persoonlijke favoriet. Al 2 weken ongelooflijk goed gepresteerd. En ik zit te kijken, ik denk 2-0, dit wordt hem vandaag weer. En toen, vertel. Heel rare wedstrijd, ja. Heel graag gevoel aan overgehouden, inderdaad. Ja. Ik had ook het gevoel dat ik een binnen had bij 2-0. Ja. Je speelde prima. Je speelde echt prima. Ik ging heerlijk, zelfs heel goed zelfs, voor mijn gevoel. Er kwam die 2-1 een beetje uit het niets. 2-2, ja. Ik begon toch weer een beetje na te denken, wat ik de eerste wedstrijd niet heb gehad. Beetje negatieve. Beetje twijfel dat erin sloopt, merkte ik. Ja, lag ook een beetje aan de speelstijl van hem. Hij ligt me niet helemaal als speler, dat heb je soms wel eens. Maar goed, kan gebeuren. Weet je. Ik maak je het op dat je je nergens zorgen over maakt over de rest van de competitie? Nee, absoluut niet. Nee, het gaat helemaal goed komen nog. Ja. Vertrouwen in het kampioenschap? Ja, zeker weten. Oké, nou, mensen, we gaan het in de gaten houden. Tom, bedankt. Dankjewel. En heel veel succes verder. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.